van Sony eventjes de Tesla uitgeleend. En hij is eventjes naar Brussel heen en weer gereden. En eens kijken hoe dat bevallen is. Hij heeft hem zondag meegenomen en nu is hij maandag is hij naar Brussel geweest. En hij heeft ook de supercharger ervaring meegemaakt. De autopilot. Dus meteen eventjes 500 kilometer tegenaan en kijken hoe dat bevalt. Nou Bart, vertel eens. Fantastisch. Normaal heb je gewoon zo'n plof BMW. Zo'n lekkere plofauto, maar hoe voelt dit nou gewoon? Dit is geweldig. Iedereen moet dit gaan doen. Iedereen moet dit gaan doen. Iedereen. En het mooiste van alles is die Tesla supercharger plekken. Ja? Dat is geweldig. Dat zit overal in heel Europa. En als je denkt, nou ja, ik zet hem er even bij, een kwartiertje later is hij al vol. Dat is echt niet te geloven. Dat vind ik echt geweldig. En het mooiste van het rijden vind ik files. Dat vind ik helemaal briljant. Dus je rijdt en nou ja, hij stopt vanzelf, hij trekt op, dus heeft er niks meer te doen. Ja, daar word je relaxed van als je zo echt, als je even in een dagje... Je moet er heel rustig van. Ja. Maar je moet wel een weekje rijden denk ik, erin voordat je alle hiccups snapt. Je moet even wennen. Ja. Dat je met dat even... lichtje wat gaat branden, dat je af en toe je stuur moet aanraken, of dat gaat wel heel vaak. En ik reed op een gegeven moment in Wassenaar, twee baans, heel druk. Dus voor me druk, naast me druk. En van rechts heb je zo'n bus, die doet zijn richtingaanwijzer aan. Die gaat dan gewoon. Nou, dat snapt hij niet. Die wil gewoon naar links. Ja. Ja, dat kan niet. Want ik kan ook niet naar links. Dus hij kan niet uitwijken. En dan? Dan moet hij inhouden. Nee, dat doet hij niet. Want die bus die staat naast je. Niet, zet hem gewoon naar links. Oh. Want dat mag, hè? Dat mag een bus. Dus dat heeft hij dan niet... Nee, het is helemaal fantastisch. Ja? Je vond het wel relaxed zo. Je hebt nu 500 kilometer heen en weer gereden, zeg maar. Ja. Ja, nou ja. 350 of zo, ja, inderdaad. 400 nee, het is geweldig. Ja? Ja. En ik denk voor in Nederland, kijk, ik moest nu naar België, maar ja, in Nederland rijdt er geen 450 kilometer per dag. Dus dat is helemaal geen punt. Je hebt eigenlijk thuis geen oplader meer nodig. Want die dingen staan overal en meestal op je werk ook. Dus eigenlijk heb je niks meer nodig. Ja, of als je thuis laat, heb je ook geen superchargers nodig eigenlijk. Nee, je hebt gewoon, ja, maar heel veel mensen die, ja, als je niet vrijstaand woont, dat is lastig natuurlijk met een stekker. Ja. Dus ik denk voor dat soort mensen is het ook geen probleem. Ja. Ja. Want het gaat echt snel. En die plekken, want ik heb er nou drie gezien, daar staan er altijd mensen. Ze zijn altijd... Oh, heb je nog een beetje gesproken met ze? Nee, ik heb ze niet gesproken. Oh, je zit lekker in de... En hoe voel je het om een kwartiertje te wachten? Ben je koffie gaan drinken of ben je gewoon even gaan werken op je telefoon? Ja, dat laatste ja. Ja. En wat ik ook niet snap is, hij doet alles verkeerd om. Dus als ik hier de straat in rijd, zegt hij de bestemming is aan je linkerhand, maar het is rechts. En in Antwerpen, bij die supercharger, ja, dan rij ik zo, ik zie hem daar aan mijn rechterkant, de bestemming is aan uw linkerkant. Oh. En ook in Dordrecht, bij de supercharger, de bestemming is aan uw linkerhand, het was rechts. En dat, terwijl je gewoon de navigatie, hoe gek is dat? Ja. Hey, hoe vond je met het optrekken en het elektrisch rijden? Ja, dat is niet normaal. Dat optrekken van jou slaat helemaal nergens op. Dat heet ook belachelijk, dat heet ludicrous. Ja, ja, maar dat knopje is, het is natuurlijk geweldig, maar ja, dat is gewoon gevaarlijk. Hij gaat gewoon, als die vleugels op zit, gaat hij omhoog. He? Er gaat niks op de aarde gaat sneller dan dit ding, behalve een Bugatti Veyron. He? Dat is toch zo? Je trekt elke Ferrari Porsche eruit met dit ding. Ja. Dus dat is... Zou jij in de markt nu zijn na deze ervaring ook om elektrisch te gaan rijden? Ja, maar dat zei ik je toen 4 jaar geleden al in die Nissan. Alleen het probleem is de actieradius. Maar als die Tesla S komt en dat kost 50 of 60.000 euro, wat kost dat? Ja, dan is toch elk bedrijf gek als ze dat niet gaan rijden. Want ja, wat voor dat ding rijdt, hoeveel gaat die S ook? 400 kilometer of zo? Ja, 500. Nou, 500 kilometer, dus dat zat. En als er overal van die Tesla punten zijn, waarom zou je dan nog een auto niet elektrisch rijden? Waarom? Dus de prijs is het niet. Okay. Dan? Je bent gewend aan luxe auto's. Hè? Je rijdt nu dure BMW. Hoe is hier de kwaliteit van de dingen? Dat is echt, maar ja, goed, deze is natuurlijk een stuk duurder. Maar dat is prima. Ja. Nee, ik zou het echt zo gaan rijden. Als dat mocht, zou ik dat doen. Ja, en mag het rijden bij Sony elektrisch? Ja, bij Sony hebben we nu nog... een policy dat er een aantal merken zijn. Dus natuurlijk in heel Europa hebben ze gewoon een deal met zoveel merken. Ja. En dus daar kan dat nog niet, omdat de actieradius nog niet genoeg was. Maar daar zijn ze natuurlijk nu wel naar aan het kijken. Want ja, dat wordt natuurlijk wel interessant. Gear. Ja. En of daar Tesla bij zit en hoe en wat, dat weet ik zelf niet. Maar... Hey, je bent verhuisd trouwens, hè? Van Bad Hoeverdorp naar, waar zijn jullie heen? Hoofddorp. We zijn in Hoofddorp, ja. Oké. Okay. En hoe bevalt dat?
Uitstekend. Prachtige nieuwe Tesla Light kantoor. Bureaustief omhoog gaan en naar beneden gaan, zodat je staand kan. Ja. Nee, echt, ja. Hoe gaat het met Sony op het ogenblik? Ja, dat gaat goed met Sony. Ja? Is het weer een beetje op the way, on the way back? Nee, Sony gaat heel goed. Ja? Ja. Ja, we doen het heel goed met televisies, met OLED. En we doen het heel goed met headphones. Dus noise cancelling. Dat gaat heel goed. Ja. Het zijn de grootste merken fotografie. Ja, dat full is frame. Inderdaad. En ook inderdaad die tussen, niet alleen die hele grote camera's. Ja. Ja. Hey, en bij 6, wat kunnen we verwachten? Ja, bij 6 zijn natuurlijk de nieuwe lijn televisies weer. Maar bij 6 denk ik. 8K? 8K, maar 8K is natuurlijk. En er zijn een aantal dingen die zijn al bekend. Dus ja, 8K ga je daar zien. Ja. Maar dat had je misschien ook al eerder kunnen lezen. Nee, maar zijn die prijzen gewoon heel erg aan het dalen nu? Nou ja. Weet je, ik kan me nog herinneren, ooit met Alfred Ponteri, weet je nog, bij de eerste platte tv's. En die vroeg mij toen, echt maar, heb ik nooit... 20.000 euro voor een 42-inch tv. Nee, die vroeg mij toen, gaat de prijs van een 32-inch platte tv ooit onder de 100 euro kosten? 100 euro? Dus let op, hè. Dat betekent een 32-inch, gaat dat ooit goedkoper worden dan 3200 euro? Ja, toen moesten wij keihard lachen. Natuurlijk niet. Hè? En inmiddels, voor 299 heb je hem, volgens mij. Dus, nee, maar... Zo hard is dat gegaan. Ja. En zo hard gaat dat natuurlijk ook weer. Maar je ziet er nu een verschuiving naar grotere beeldmaten. 75 inch, 77 inch, 85 inch. Dat ga je vooral zien. Ja, dat is echt huge. Ja. Maar dan kun je inderdaad voor 3000 of 4000 euro heb je een hartstikke grote tv. Ja, dat heb je. Dat heb je gewoon eigenlijk een eigen huisbioscoop. Ja, maar dat heb je al. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja. En die 8K, is daar al content voor? Nee, er is nog geen content voor. Voor zover ik weet. Volgens mij is dat niet zo. Maar ja, dat is natuurlijk elke keer het verhaal. Bij de eerste breedbeeld tv's is er al breedbeeld tv. Nee. Bij de eerste 4K tv is er content. Nee, maar ja. Je moet natuurlijk blijven doorontwikkelen, want dan komt het ook niet. Ja. Maar 6 is dus één grote gigantische, de helft is ongeveer schermen. En wat zijn de andere dingen die interessant zijn? Nou, ik denk eigenlijk, maar we zijn er niet, hè, wij dit jaar. Maar ik denk dat elektrisch rijden, dat er ook wel zal staan. Ja, hele hallen vol met elektrisch en autonomous rijden. Dat is ook heel erg populair. Ik denk dat soort zaken. Een hele hal vol. Ja. Geen dat is inderdaad waar. En dan ook connected home en 5G en artificial intelligence en dat soort zaken. Dat maar Sony staat er niet dit jaar? Jawel, zeker wel. Oh, oké. Okay. Ja. Jij bent er niet nu. Nee, jij hebt hier gewoon naar Brussel gereden met die dingen. Hoe vond dat? Hoe voelt dat? Ja, dat ging heel goed. Om niet te rijden te gaan of om naar Brussel te rijden. Dat ging heel goed. Oké, nou, goed. Bart houdt van gadgets. En hij is nu ook elektrisch enthousiast. Oké, nog één ding, Eén ding? Ja. De cupholder is groot en het blikje is klein, dus als je optrekt, gaat het blikje om. Oh ja, oké. De cupholder, daar moet nog gewoon aan improved worden. Oké, er is nog één gadget beter te maken in deze auto. Dankjewel.